Mensen, Lorenzo Games hier zo, met vandaag Minecraft. En dit keer ben ik samen met Remco Games. En Remco Games is gewoon een goede vriend van mij. En we spelen de laatste tijd erg vaak op de Hive/MC pixel gebeuren of zo. Ja, het zal wel. Server, maar in ieder geval, hier spelen wij dus de laatste tijd heel veel paintball op. We hebben nu allemaal van die vlammetjes om ons heen. We hebben net een boost gedaan. Waardoor we dus extra veel, lekker veel coins krijgen. Hè? En ik weet niet of Remco er klaar voor is. Maar wij gaan gewoon lekker potje paintball doen. Er komen ongetwijfeld meer afleveringen hiervan. Dus als jullie het leuk vinden, doe gewoon een duimpje omhoog. En natuurlijk een reactie is ook altijd welkom. Als je nog niet bent geabonneerd op mij, abonneer even. En ja, daar ben ik je dankbaar voor. Dus vandaar. En we gaan denk ik beginnen met Victorian. Hier zo zie je hem. Ja. Oké, daar gaan we. Oké, nice. En dan doen we het /team. En dan gaan we een team red. Als die doet. Want eerst was dat niet zo. En even gelijk voten. Zodat de map begint, zeg maar. De game. En ja, dus als jullie het leuk vinden, laat het gewoon weten. Door middel van een duimpje omhoog. Of juist een duimpje naar beneden. Het kan ook. Dat is gewoon jullie keuze natuurlijk. En ja, als jullie ook willen dat Remco gewoon vaker met mij mee gaat doen met dit soort games, zeg het dan ook, geen reacties. En ja, vandaar. Ik zal ook nog even een beetje vertellen over zijn YouTube kanaal. Hij is hij heeft echt al ongeveer een jaar geleden, denk ik, heeft hij een YouTube kanaal aangemaakt waar hij nooit meer iets heeft meegedaan. Maar hij gaat later beginnen met YouTube. Dus ja, hij gaat ermee beginnen, dus dat komt helemaal goed. En ik hoop dat ik even een paar mensen kan killen, want anders kut. Dat mag ik niet zeggen. Maar ja, dus ik zal zijn kanaal wel even in de beschrijving zetten. Hij heeft al een keertje samen met mij iets opgenomen. Dat was namelijk Shoot Many Robots. Dat is al een tijdje geleden. En ja, dat is het dus gewoon. Maar misschien dat Remco zich een klein beetje wil voorstellen. Dat is al een tijdje geleden, dus misschien omdat ik nu ook meer abonnees heb, dat je nog even een keertje kunt voorstellen. Nou ja, mijn naam is Remco. Hobby's zijn gamen en af en toe voetballen, is ook wel leuk. En ja, vooral veel gamen met Lorenzo natuurlijk. Dus, ja, dat was het wel zo'n beetje. Ja, gewoon een kleine intro tot jezelf is wel goed, hè? Waarom niet? Ja, toch? Ja. En ik wil dat hij doodgaat, maar ik kill echt helemaal niemand. Echt fucking vaag. Normaal ben ik hier best goed in, tenminste, best goed, redelijk. Laten we het daarop houden. En, maar nu wil het gewoon niet werken. Ik zeg niet dat ik de pro ben van heel de fucking server, maar nou, ik was wel redelijk, laten we het daarop houden. Ho, kijk, ik heb hem ik heb er eentje gekillt, maar, what the fuck. Plus 10 coins, active booster, daardoor. Alleen ik ben benieuwd hoe je die booster nou, moet je die booster nou elke keer kopen als die op is, of is volgens mij krijg je de activate, hè? Ja, volgens mij krijg je er gewoon 3 gratis en daarna niet meer of zo. En dat. Ja, we hebben nu daar eentje van 6 uur geactivate. Dus hopen dat het een beetje goed uitpakt. Alleen best jammer eigenlijk, dus ik ben nu pas aan te denken, hè. Dat we hem pas in de avond hebben geactiveerd en niet pas in de ochtend of zo, weet je wel. Ja, het lijkt me niet echt dat we nog veel gaan spelen hierna. Maar het zal wel. Maar in ieder geval, ik hoop gewoon dat je het leuk vindt voor de 10 miljoenste keer, maar oké. Ja, en dan moet je hier iets gaan bij vertellen. En hoe doe je dat? Nou, gewoon een beetje volkletsen, hè, totdat de game voorbij is. Ik doe gewoon elke keer 1 game per aflevering, ook al is het echt zo'n kut game, fuck it, ik doe gewoon 1. Hey, ik had vuurwerk, want ik heb een achievement geunlocked. Oh, nice. En ja, dus ik doe gewoon 1 game per aflevering, ook al is het een fucking korte game. Misschien dat ik er dan nog een tweede game in ga doen, of juist niet. Ja, dat ligt daar een beetje aan of de video maar echt iets van 2 minuten is of zo, weet je wel. Dus no. Vandaar. En ik heb weer een stopwoordje, dus vandaar. Alweer. Echt heel veel mensen irriteren zich daar zo erg aan, wat ik me ook totaal wel kan voorstellen. Ik ga nu wel beter, ik heb al 7 kills. Hoeveel heb jij daar? Ik heb er nu 6. Oké, nice. Ik zal even wat levens kopen. Wij zitten in team red, dus wij staan voor.
kijken. Is hier blauw? Ik zag net wel even een naam. En daar is ook iemand. Heb ik hem gekild? Nee, hij is niet gekild. Aan de linkerkant komen veel blauwe. Maar ook heel van ons team staat daar. Ik zie dus in dat echt best redelijk veel blauwe mensjes hier zitten. Even kijken, hij rende hierheen. Nee, nu is hij daar. Nou, ik weet niet of dat hem is hoor, maar hij is nu wel dood. Helemaal kut zat. En met die killcoins hier trouwens, die soort golden nuggets is het eigenlijk. Daarmee kan je dingen kopen gewoon voor één match, zeg maar. Dat blijft gewoon in de ene match. Je kan ze helaas niet opsparen. Dat vind ik wel een iets wat jammer is. Maar ja, dat hou je ook niet zo erg tegen of zo. Ja, op zich heeft het wel een leuk teentje op de paintball minigame zelf. Want ja, jullie weten natuurlijk ook allemaal dat het allemaal een minigame is. Tenminste allemaal, ja, de server bestaat eigenlijk alleen maar uit minigames. Dus ja. Oh. Oh, fuck. Ik heb wel, ja, ik heb weer iemand gekillt. Mans. Kijken. Ik ga echt de hele tijd dood. Niet normaal. Ja. Ja, je moet een beetje proberen een beetje te achter dingetjes te schuilen, hè, maar ja. Hè? Dat kan Remco Games zijn niet. Nou, goed. Heeft ook niet zoveel zin als al die sprayers hier rondlopen. Ja, inderdaad. Dat merk je inderdaad wel heel erg. Dat vind ik zelf ook irritant hoor. Het is irritant, maar ik doe het zelf ook. Ja, ik ook hoor. Nou, ja, dus eigenlijk heb ik niks te klagen, maar goed. Ja, oh, nieuwk. Oh, nu gaan we dood. Ja, nu gaan we dood. Met z'n allen. Bam! Dood. Oh, nee. Oh, oh nice. Jouw team is dood. Oh, dat had ik niet verwacht. Nee. Dat is weer waar, ze hebben een no-liver in ons team. Zo, ja, inderdaad. Dus je hebt echt, hoeveel had je nou nodig? Jij wist dat toch? 5500 volgens mij. Ja, 5500 coins dan. Dat kan je wel opsparen, dat is gewoon als je laat me zeggen in de lobby bent van paintball. Dan heb je 55 coins nodig om zo'n nuke te kopen. Oh, ik ben geëindigd met 330 coins. Nice. Dus mensen... Ik ga jullie heel erg zeggen, dit was alweer de eerste aflevering van Paintball. Natuurlijk weer even, ik zeg het nog een keer. Like gewoon deze video als je meer wilt zien, vooral met Remco Games samen. Reacties natuurlijk ook altijd welkom, waarom niet, als je toch de mogelijkheid hebt. En het is gratis. Ook als je nog niet bent geabonneerd op mij, abonneer gewoon eventjes, want ik... Ja, de laatste tijd word ik weer actief een beetje op YouTube. Ik ben heel erg lang inactief geweest. Maar nu komt het wel weer een beetje omhoog. Dus vandaar. En ja. Dus als je nog niet bent geabonneerd. Abonneer gewoon even op mij. En hopen dat je mijn kanaal wel een beetje leuk gaat vinden. Dit verhaalde heel erg met mijn parkour. Maar oké. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dit was Lorenzo Games samen met... Remco Games. En ja. Ja. Hé, later. Later. Later.